Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 4 van Miss Marvel, Seeing Red. Ik zat dus aan het begin van de aflevering best wel een tijdje uit te kijken naar wat er precies rood moest zijn. En er kwamen een aantal rode dingen voorbij, maar het slaat uiteindelijk dus op de Red Daggers. Want heel deze aflevering speelt zich dus af in Pakistan. En het werd vorige week natuurlijk ook al opgezet toen Miss Marvel haar oma belde. Dus aan het begin zit ze in het vliegtuig met die soort knuffel van haar, waar ook gewoon een paar keer leuke grappen over gemaakt worden. En ze is daar samen met haar moeder. En ze zijn dus gelijk al onderweg. En ze stuurt nog een sms naar Nakia toe ook. Want ze hebben dus vorige week een klein conflict gehad. Toen Nakia erachter kwam dat ze stiekem superkrachten had. En ik merkte dus ook wel een beetje tijdens deze aflevering dat ik de rest van de personages wel een beetje miste. En dat laat dus ook wel zien dat ze gewoon heel goed werk gedaan hebben met die eerste 3 afleveringen. Maar ja, Miss Marvel's ma was natuurlijk ook nog een beetje boos op haar. Omdat ze haar broers bruiloft verpest had. Maar tijdens het vliegtuig besluit ze dus om even hun verschillen opzij te leggen. En het was ook super tof om al die verschillende shots van Karachi te zien. Dat is natuurlijk ook wel een stad die we normaal gesproken niet zo snel te zien krijgen in een film of serie. En we ontmoeten dus ook Miss Marvel's oma en haar nichtjes. En ze gaan met z'n allen naar hun huis toe, wat wel echt een mooie mansion is gewoon. En Miss Marvel loopt dan een kamer in met allemaal schilderijen en schetsen. En ik dacht dus eerst misschien dat dat rode schilderij belangrijk zou zijn, maar het ging meer om die schetsen van de partition. En Miss Marvel pakt dan dus ook haar bangles erbij, nadat ze een schilderij ziet van Aisha, van haar overgrootoma. En de oma van Kamala wist dus ook al dat ze een djinn was, maar ik denk nog steeds dat er wel een mogelijkheid is dat ze ons daarmee een beetje op het verkeerde spoor zetten, dat ze uiteindelijk toch een connectie maken met de Inhumans. Want dat is Miss Marvel in de stripboeken dus. En we hebben natuurlijk Black Bolt gehad in Doctor Strange en The Multiverse of Madness, dus de deur voor Inhumans is wel weer geopend nu. Maar dan blijkt dus dat de trein die we vorige week gezien hebben een trein is uit dat partij tijdperk, uit een geheugen van de oma van Kamala dus. Die avond dat Kamala daar voor het eerst slaapt bij haar familie, heeft ze allemaal nachtmerries en slaapt ze dus niet echt rustig. En dan maakt haar familie er wakker en moet ze door naar een feestje. En haar neefje maakte dus ook die knuffel nog even belachelijk waarmee ze in bed lag. En ze heeft dus ook de foute beslissing gemaakt om naar dat feestje toe te gaan met een spijkerbroek aan. In die scène op dat feestje zit ze dus de hele tijd te zweten ook. En je denkt misschien dat het door de warmte komt, maar het blijkt het voedsel te zijn. Maar het zag er allemaal wel gewoon heel lekker uit. Ik zou het best willen proberen. Dan lopen ze een tijdje rond op de bazaar, maar daar besluit de familie dus een beetje op te splitsen, want Kamala wil dus naar dat treinstation toe. Nadat ze dus wat aanwijzingen krijgt van een fotograaf daar, dan komt ze daar aan en doet ze voor het eerst haar nieuwe masker op. En opeens wordt ze daar dan aangevallen, terwijl ze aan het kijken is naar een graffiti stuk van Ant-Man. Het lijkt een soort van assassin-achtige dude te zijn, maar later onthult hij zich dus als een van die Red Daggers. En het gevecht tussen Kamala en die dude was wel echt super tof. En het was ook een van de eerste keren dat Kamala echt een beetje haar krachten lijkt te beheersen. Maar die dude die ziet dus het onderscheid tussen de clandestines, die djinns die achter Kamala aanzitten, en Kamala Khan zelf, waardoor hij haar vertrouwt om haar mee te nemen naar hun basis toe. En ik kon ook wel waarderen dat hij daarvoor dus een Terminator reference maakte, want iedereen die wil wel eens een keer come with me if you want to live kunnen zeggen. Maar daarbij dat hoofdkwartier ontmoeten we dus Walid, de soort van leider van de Red Daggers op deze locatie in ieder geval. En Walid onthult dus het plan van de djinns die achter Kamala aanzitten, want er zit dus een soort veil tussen de twee werelden in en zodra die veil wordt weggehaald, dan kan die andere wereld dus onze wereld overnemen. En het valt Walid dus ook op dat er iets geschreven is op die bangles en het was zoiets van wie je zoekt, die zoekt ook naar jou, dus dat zal waarschijnlijk wel een hint zijn naar die overgrootoma van Kamala. Maar ondertussen zien we dus de gevangenis van Damage Control en de groep djinns die wordt daar dus naar binnen gebracht, maar die gebruiken dat moment om te ontsnappen. En omdat Kamran dus vorige week Miss Marvel geholpen heeft, in plaats van zijn eigen familie, wordt hij nu dus ook een soort van verbannen en is hij dus nu niet meer met de rest meegegaan. Dan heeft Kamala echt een goed gesprek met haar oma en haar oma vertelt dus een beetje over haar verleden en het soort van het conflict wat ze altijd gevoeld heeft, omdat ze dus deels Indisch en deels Pakistaans is. Dit is ook gewoon dus een heel specifiek probleem, maar waar waarschijnlijk wel gewoon een aantal mensen mee kunnen relaten. Als je familie uit een beetje dat gebied rond de grens daar komt, dan is het allemaal niet zo zwart-wit. En het lijkt ook lang geleden die geschiedenis, maar het is dus pas 2 of 3 generaties geleden. Dus het zit ook nog gewoon best wel vers in hun familiegeschiedenis. Maar dan krijgt ze dus een sms'je van Kimo of Kareem en dat is dus die assassin dude. Die nodigt haar uit om een beetje zijn vrienden te ontmoeten. De aflevering zat dus gewoon vol met dit soort kleine karaktermomentjes en dat dan gecombineerd met de hele Pakistaanse cultuur, dat maakte dit wel gewoon echt een hele unieke aflevering. En het heeft gewoon heel veel gedaan voor zowel Kamala, haar oma, als haar moeder. En dat zijn ook wel gewoon 3 hele belangrijke personages.
personages voor deze serie. Want haar oma en de moeder hebben dus ook nog een leuke scène met z'n tweeën. En dan blijkt dus dat die oma allemaal toffee-dozen verzameld heeft, omdat ze wist dat die moeder daarvan hield. Dan komt het gesprek dus ook een beetje neer op waarom ze naar Amerika zijn toe verhuisd. En die oma dacht dus al die tijd dat de moeder gewoon bij haar weg wou. En dat is dus niet helemaal precies hoe het zat, maar de moeder was er gewoon een beetje klaar mee dat haar oma dus altijd met van die conspiracy theories aankwam. Maar een groot deel daarvan weten we nu dus blijken waar te zijn. Want zij lijkt in ieder geval dus een stuk meer op de hoogte van wat er allemaal aan de hand is met Kamala dan die moeder tot nu toe. Maar ik denk dat die moeder er uiteindelijk ook wel bij betrokken gaat worden. En dan dus ook een mooie scène tussen Kamala en haar moeder, waarin ze dus een beetje weer hun problemen bijleggen. Ze kunnen in ieder geval gewoon even met z'n tweeën genieten van wat eten. En wanneer Kamala daarna dus weer gaat trainen met de Red Daggers, vallen opeens de djinns binnen. En dan begint dus ook weer een heel gevecht en een achtervolgingsscène. En het was ook gewoon heel leuk om ze dus met z'n drieën op zo'n klein scootertje te zien zitten, terwijl ze achterna gezeten worden door zo'n grote bus. De omgeving en dat stadje en de cultuur en zo komt daar ook gewoon heel erg naar voren. Het zag er ook gewoon heel erg mooi uit, deze achtervolging. En het is ook wel tof dat Kamala dus haar krachten op verschillende manieren weet te gebruiken. Of ze zichzelf nou opvangt of dus een soort van schans neerzet om die bus neer te halen. En het is ook mooi opgezet in deze serie dat Kamala dus een verschrikkelijke chauffeur is. En dat ze dus op een gegeven moment tijdens deze achtervolging ook zelf een busje moet besturen. En ja, Walid weet nog wel een tijdje die djinns tegen te houden. En hij heeft nog een badass move waarin hij dus zijn messen tegen de muur aangooit. En die vervolgens gebruikt om mee te klimmen. Maar dat was helaas wel een van de laatste coole dingen die hij gedaan heeft. Want vlak daarna gaat hij dus gelijk al dood en wordt hij vermoord door die djinns. En ja, dat was wel een verdrietig moment. Maar Kamala en Kimo hebben niet echt tijd om te rouwen. En wanneer ze dus verder rennen, blijken ze tegen een dood einde aan te lopen. En dus besluiten ze maar om gewoon te vechten tegen die djinns op dat moment. En dat houden ze op zich nog wel redelijk lang vol. Kamala begint in ieder geval dus steeds beter te worden met haar krachten. Maar de moeder van Kamran, het hoofd van die djinns, die komt dan toch dichterbij. En die gebruikt een mes om Kamala aan te vallen, maar dat wordt tegengehouden door haar Bengal. En dat zorgt er dus voor dat Kamala getransporteerd wordt naar dat partition tijdperk. Naar dat moment waarin die oma dus met de trein meeging. En het is dus de laatste trein die wegging uit dat gebied. Dus ja, nadat we deze aflevering Pakistan in moderne tijd hebben meegemaakt, lijkt het me dat we volgende week dus volledig in dat hele partition era gaan doorbrengen. En er is dus een hele goede kans dat Kamala een jongere versie van haar oma gaat ontmoeten. En misschien ook van haar overgrootoma. Want die overgrootoma is natuurlijk de perfecte persoon om Kamala gewoon volledig te leren. En haar naar een echt superheldenniveau toe te brengen. En Marvel series kennende kunnen we dus volgende aflevering gebruiken om Kamala in de laatste aflevering dan te laten terugkomen met een nieuw kostuum en alles. En gewoon echt volledig Miss Marvel te worden. Maar ja, nogmaals, gewoon een hele sterke aflevering van Miss Marvel dus. Dit is echt wel de beste, gewoon pure superhelden serie die Marvel tot nu toe gedaan heeft voor Disney+. Mijn favoriet is voor nu nog steeds wel WandaVision, maar als Miss Marvel zo doorgaat, dan is het wel nog een discussie waardig, denk ik. Maar ja, laat me weten wat jij van deze aflevering van Miss Marvel vond. Laat me weten wat je denkt dat er gaat gebeuren in de laatste twee. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.